Ik ben begonnen op 1 februari 1990. Dat was als PhD, promovendus. 11 jaar, 12 tijdelijke contracten, 13 werkkamers hier gehad, voordat ik een vaste aanstelling kreeg. De kamer die ik toen kreeg, was 2 deuren verderop. Nummertje 46. Dit is nummertje 49. Je hebt 49, 48 en 46. Nummer 47 bestaat niet. Het is een fantastisch gebouw. Het is totaal gebouwd om je totaal knettergek te maken. Als je vanuit de lucht naar het gebouw kijkt, dan denk je heel regelmatig, heel mooi voorspelbaar. Daar kan niks misgaan. Loop je er eenmaal in rond, je hebt binnen 5 minuten geen idee meer waar nou noord, west, zuid, oost enzovoort is, waar de straatkant is, waar wat dan ook is. Ga je rondlopen, dan blijkt dus dat het echt niet mogelijk is om ieder van de lobben van het gebouw, cellen zou ik bijna moeten zeggen, ieder van de cellen van het gebouw gewoon rond te lopen. Want er blijken gewoon gedeelte afgesloten te zijn. Je moet weer buiten omlopen of je moet bovenover lopen. Er zijn plekken waar je een luchtbrug zou verwachten en die is er niet. En hier zou nu dus gewoon een luchtbrug moeten liggen. Hier moet het gebouw gewoon doorlopen. Hier mist de luchtbrug. In plaats daarvan moet je helemaal omlopen. Eindeloos ver. Je moet af en toe omlaag, je moet weer omhoog, je moet eventjes buiten door. Ook totaal verwarrend. Grondverdieping, eerste verdieping. En dan ineens zomaar, hup, een tweede verdieping dwars bovenop. Totaal geen verwachting, totaal niet. Het past er totaal niet in. Sinds 90 zit ik hier gewoon echt iedere dag. En vorig jaar ben ik nog een keer de weg kwijtgeraakt. Ik hou niet van complotdenken, maar dit gebouw nodigt uit tot complotdenken. Ik vermoed dat er iets achter zit. En in ieder geval, het werkt heel erg ontmenselijkend. Ik zou zelfs als ik droom, zou ik nog niet helemaal zeker weten hoe de muur recht tegenover de uitgang van deze kamer loopt.